Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg is ruim 3 weken geleden gestart met het verrichten van COVID-19 swabs via mobiele drive-thru test units. Deze drukbezochte dienst wordt aangeboden op het BOG-terrein aan de Rode Kruislaan. De communicatiedienst Suriname heeft gemeend om samen met het BOG een terugblik te doen van de afgelopen 3 weken. Dr. Ori, onlangs is het BOG gestart met een paar drive-thru testlocaties. Wat is de uitkomst tot nu toe? Wat is het resultaat tot nu toe van die testlocaties? Dus op het BOG hebben we, dit is de 3e week dat we dat ingaan. We hebben ongeveer 800 personen geswapt op onze post hier, op het BOG. En er zijn meer dan 250 positief eruit. Bijna 30% is positief elke keer. Je hebt ook nog swapposten bij Tropkliniek. Dat is waar het malaria-programma is, bij Situstraat Commissaris Robles was op de hoek. En het Wanica Ziekenhuis. Er zijn ook swapposten daar, ook het Academisch Ziekenhuis bij de checkpoint. Daar kan je ook walk-by swap doen en 5 klinieken van de RGD. Oké, en hoe is het geweest op de andere posten, dus los van het BOG? Dus kijk, in de 1e week, dus 2 weken terug, was het druk. Het was eigenlijk hier verschrikkelijk druk. We hebben mensen zelf moeten teleurstellen en zeggen om een andere dag of op een andere locatie te gaan. Maar bijvoorbeeld vandaag was het rustig. Dus dat geeft wel aan dat we waren begonnen mee omdat we het vermoeden hadden. We hadden sterk het vermoeden dat er weinig geswapt wordt. Dat er behoefte, dat er veel cases zijn die buiten nog zijn en die niet geswapt kunnen worden. En toen hebben we dat gedaan en je ziet nu wel dat het terugloopt. Het is veel minder in vergelijking dan 2 weken terug. De mensen die komen naar de swapposten, zijn het mensen die klachten hebben? Moeten de mensen eerst klachten hebben? Of als je een vermoeden hebt dat je mogelijk geïnfecteerd bent geworden, kan je gewoon binnenstappen? We swappen personen alleen met klachten die voldoen aan de case-definitie. Want andere mensen die nog geen klachten hebben, die kunnen misschien blootgesteld zijn, maar zolang ze geen klachten hebben is het niet nodig om te swappen, want je moet pas swappen tot testen als ze klachten hebben, want dat is de kans dat het resultaat goed is, of laat maar zeggen dat het resultaat positief is veel groter. Kunt u nogmaals voor de zoveelste keer de procedure aangeven? Wanneer en hoe stap je binnen bij zo'n swappost? Je mag gewoon binnenlopen. Dan wordt er voor in een screening gedaan om te vragen welke klachten je hebt. Als je klachten hebt, krijg je zo'n formulier dat je gaat invullen welke klachten je hebt. En dat formulier ga je afgeven als je naar binnen rijdt. Toch? Bij een van de posten, waar een tafel is met een laptop, wordt die informatie van je ingevoerd. En daarna moet je even oprijden, dan word je daar geswapt. Als je geswapt bent, ga je naar huis. Dan wordt gezegd, je moet thuis gaan en hou. Isoleer jezelf, want je bent op dit moment gezien als een suspect case. Het kan beide kanten op, maar ga jezelf isoleren totdat je geen resultaat hebt. En binnen 24 uur hebben ze resultaat en dan word je gebeld om te zeggen wat je resultaat is. Oké, en is het resultaat positief? Wat gebeurt er daarna? Daarna wordt hij gebeld dat hij straks contact wordt genomen met jou. En dan word je gebeld om te zeggen waar je wordt opgehaald. Of sommige mensen worden gevraagd als je zelf kan gaan naar een van de isolatieplekken. Hoe is, tot wanneer gaat dit nog door, de drive-thru swapposten? Dus vooralsnog, zolang er behoefte is, gaan we nog door. Okay, er is nog heel veel, nog genoeg testmateriaal dus? Op dit moment is er genoeg testmateriaal, ja. Okay. Dr. Ori, we hebben gemerkt de afgelopen tijden dat de actieve gevallen aan het toenemen is. Waar schrijft u dit aan? Vanaf 2 weken terug, toen we zijn begonnen om meer mensen te testen, meer mensen te swabben. Dus als je meer gaat testen, ga je meer positieve hebben. Vandaar dat er een toename is. Dat je meer positieve hebt, omdat we meer testen nu. Bijna is meer dan op dit moment. Vorige week hebben we eigenlijk, als je vergelijkt tot 3 weken terug, hebben we 2 maal zoveel testen gedaan. Dan is het ook bijna equivalent zoveel positief erbij. Hoe staat het met dat stukje van voorlichting? Wat bent u aan het voorbereiden voor de komende periode? Dus wat voorlichting betreft is er een BCC-groep. En die hebben een heleboel dingen gedaan, een heleboel video's. In verschillende talen, die zijn al available. Als het goed is, zijn ze ook gedeeld via social media. En ook via bepaalde
tv-stations worden ze die ook vertoond. Bent u bekend met de situatie in het veldhospitaal te Wanica, dus in die grote tent? Want onlangs hebben we begrepen dat er wat video's zijn verschenen op social media. Wat kunt u de gemeenschap daarover vertellen? Dus ik heb het ook gezien. Wat about de therapie is beter om met de infectiologen te praten. Maar wat ik één ding kan zeggen, wat ik uit die video haal, is dat mensen moeten begrijpen dat COVID geen gewoon griepje is. Het is ernstig. Dat zie je ook duidelijk erin. Wat dat andere betreft, dat ik je hulp en andere dingen is, dat kan ik je zo niet zeggen. Dat moet met de infectioloog afgesproken worden. We weten wel dat er veel te doen is. We hebben niet zoveel healthcare workers. Maar ik wil niet praten over als dat klopt of niet klopt. De behandeling van een patiënt, wanneer die al eenmaal positief is getest. Veelal hoor je mensen zeggen, je krijgt eigenlijk geen medicijnen. Het is af en toe als je klachten hebt, dan krijg je een paracetamol. En als je onderliggende aandoeningen hebt, dan wordt dat wel behandeld. Hoe is het daarmee gesteld? Dus wat ik kan zeggen is een virale infectie. Voor virale infectie heb je geen afdoen medicament. Het is gewoon op basis van de klachten wat je altijd behandelt. Maar wat de behandeling betreft, helemaal als u in detail daarover wil horen, graag met de infectioloog, want de behandeling ligt bij hun. Algemeen bekeken, de hele COVID-situatie, wat is op dit moment, wat kunt u daarover zeggen op dit moment? Dus als we gaan kijken naar de testresultaten, laten we daarover praten. Als we kijken naar het percentage dat positief is, we hebben wel gezien dat het percentage langzaam afneemt. We hopen niet dat het iets tijdelijk is, we hopen dat het gestaag minder wordt. We moeten nog kijken, de maatregelen zijn eigenlijk een beetje aangescherpt afgelopen week. Laten we over tegen einde van deze week kijken als we daarna. Dus deze week ga je nog geen resultaten daarvan merken, want mensen zouden al blootgesteld moeten zijn. Laten we kijken begin volgende week, als we zien dat het heeft gewerkt. Hoe is het nu gesteld met het binnenland? Het binnenland, de medische zending, er zijn bepaalde dorpen die wel positief hebben. Er zijn bepaalde de medische zending heeft missies en ze doen missies naar bepaalde gebieden op basis van de informatie die ze vanuit het veld krijgen. En er zijn wel bepaalde dorpen die positief hebben. Oké, maar die curve van Marowijne enzovoort, zijn die op intussen gaan afvlakken? We hebben veel minder cases vanuit Marowijne eigenlijk nu. Minder dan, we hebben een piek al gehad daar, lijkt het erop. We zien dat je kreeg nog steeds meldingen, maar het gaat niet naar een piek. We hebben de vorige week ook gezien dat enkele mensen in Ikeri zich zorgen maken. Dat ze vinden dus dat er daar heel weinig wordt gedaan, alsof er geen COVID is in Ikeri. Wat kunt u daarover vertellen? Dus ik weet niet wat men daarmee bedoelt. In Ikeri hebben al die artsen een appgroep waarbij ze alles met elkaar communiceren. En dat zij eigenlijk met het COVID-beleid daar assisteren. Nikeri had geen cases, maar je begreep als er mensenverkeer is van Paramaribo of vanuit Wanica naar Nikeri en omgekeerd, dan begreep je dat het best wel mogelijk is dat je cases daar krijgt. Belangrijk is, als je cases daar krijgt, die snel te isoleren en de contactpersonen eigenlijk zo snel als mogelijk quarantaine plaatsen, zodat je geen verspreiding krijgt door, dus de transmissie. Zodat je transmissie kan stopzetten. Ik weet niet of u hierop kan ingaan, maar vanaf de openstelling van het veldhospitaal op het terrein van Wanica ziekenhuis, is er al enige voordeel erin gezien qua efficiëntie? Dus kijk, het gaat niet om efficiëntie, het gaat erom, er was geen plek meer om positieve te isoleren. Vooral positieve die milde klachten hebben. En toen is er gedacht aan een veldhospitaal. En ze zijn nu bezig om nog eentje op te zetten, zo'n tent, zodat patiënten daarin opgevangen kunnen worden. Je gaat dat moeten doen omdat je de positieve moet isoleren. Je kan de positieve niet gewoon buiten laten en je weet niet als ze zich gaan houden aan de regels en thuis gaan blijven. En vooral de anderen die je moet monitoren, dan moeten ze ergens zijn waarbij ze gemonitord kunnen worden. En vandaar het aantal cases zijn veel meer geworden. Hiervoor hadden we ook al vaker gezegd dat je moet rekenen houden dat alle plekken eigenlijk vol lopen. En daarover hebben we gesproken en vandaar dat het veld, die tent daar is opgezet om positieve op te vangen.
Oké. Wat voor maatregelen worden er getroffen tegen mensen die onderduiken nadat ze gehoord hebben dat ze positief zijn en dat ze zich niet aanmelden of ze worden niet aangetroffen op desbetreffende adressen? Dus als we de gegevens hebben, proberen die mensen op te halen. We hebben bijvoorbeeld zaterdag iemand opgehaald die in quarantaine moet, omdat hij in nauw contact was met de positieve. Hij wou nou niet luisteren, dus dat is doorgegeven aan de veiligheidsdiensten en ze hebben die man opgehaald. En dan hebben we die man nu eigenlijk in overheidsquarantaine geplaatst. Oké. Hebt u tot slot nog iets mee te geven aan de gemeenschap? Dus wat ik wil zeggen, het ligt aan ons, wat we ervan maken. Toch hou je aan de COVID-regels, toch, zodat we de transmissie, de aantal cases die we niet hebben kunnen terugbrengen, dat is belangrijk. Want we willen geen situaties hebben, net als in andere landen, als bijvoorbeeld Frans Guyana en Brazilië, dat het ongecontroleerd wordt. We willen dat het teruggaat. We hebben nu in een korte tijd veel cases gehad. Het hangt van ons af als de transmissie, de chain of transmission, we proberen te doorbreken.